Goedemorgen allemaal. Vanmorgen mag ik voor jullie het kindermoment doen. Maar eerst wil ik jullie een heel erg fijn 2021 toewensen. Aan het begin van een nieuw jaar maken mensen vaak plannen. Ze maken goede voornemens. Misschien willen mensen wel meer sporten. Misschien willen ze wel meer tijd doorbrengen met hun gezin. Of minder eten. Heb jij ook een goed idee voor het nieuwe jaar? Iets wat je graag wil doen. Iets wat je graag wil leren. Misschien wil je wel graag op voetbal. Misschien wil je wel op vakantie met je familie, als dat allemaal weer mag. Misschien wil je wel heel graag iets nieuws leren. Zoals leren lezen of keersommen leren op school. De mensen in het verhaal van vandaag hadden ook nog één grote droom. Het gaat vandaag over Simeon en Hanna. Twee oude mensen. En die twee oude mensen hadden allebei nog één wens. En die wens was dat ze heel graag Jezus wilden zien. De redder van de wereld. Ze wisten dat de Heere God had beloofd dat Jezus geboren zou worden. En op een dag? Op een dag wisten ze dat ze naar de tempel moesten gaan. En toen ze in de tempel aangekomen waren, toen zagen ze daar een jonge vader en moeder. En ze wisten, dat kleine kindje dat ze bij zich hebben, dat kleine kindje, dat is Jezus, de redder van de wereld. En Simeon en Hanna gingen erheen. Ze ontmoetten Jozef en Maria. En ze vertelden hoe bijzonder dit kindje was. Dat deze kleine baby zou sterven voor de zonde van alle mensen. Van Simeon, van Hanna, van de mensen uit die tijd, maar ook van jou. En behalve kijken naar dat kleine babytje, deden Simeon en Hanna nog iets. Simeon en Hanna dankten de Heere God. Dank u wel dat de Messias is gekomen. Dank u wel. Dat Jezus is geboren, zeiden ze.